Me got the watch gebeurd. Ik maakte zoveel foto's, zat volledig in de dirt. Gast, het is absurd. Veel te veel gebeurd. Rollen met de wereld, maar ik wil haar niet meer terug. Ik wil haar niet meer terug. Nee, ik wil haar niet meer terug. Ik sta hier met een aantal gasten die al jaren aan de weg aan het timmeren zijn. Ze treden op bijna alle christelijke evenementen op. En ze zijn nu hier in G-Time TV, de heren van de rechtsstaat. Yeah, yeah, yeah. What's up, homies? Ja, goed. Ja? Hey, Gerson, de naam de rechtsstaat. Waarom die naam? Oké, ja, dat is echt een lang verhaal. Maar laten we er geen saaie geschiedenisles van maken, toch? Nee. Dus ik ga het gewoon kort houden. Eigenlijk is het God als rechter en genade als oordeel. Dus God is de rechter en zijn oordeel is genade. Oké, dus hij houdt gewoon van als een rechtsstaat eigenlijk. Oké. Ja. Gaaf. En als je wil weten wat dat betekent, ga naar google.nl. Kan je rechtsstaat intypen. Kan je de hele Wikipedia checken. En dan weet je precies wat het inhoudt. Hey, we hebben een nieuw gezicht eigenlijk. Hè? Want ik ken jullie al jaren. Jullie zijn ook bij G-Time Radio geweest. Maar Roberto, wat heb jij toegevoegd qua flavor aan de rechtsstaat? Ja, niet heel veel. maar ik ben de DJ van deze jongens. Samen met Ravino, die er helaas niet bij kan zijn. Maar dus ik draai de show aan elkaar en daaromheen een klein beetje crowdpleasen. Ja. Dus live, zeg maar, ben jij een beetje de show? Ja, kerst op de taart. Vertel eventjes de boodschap van de wasmachine in die clip. Wasmachine. Wasmachine. Jezus wast ons schoon van onze zonden. En dat noemen wij de wasmachine natuurlijk. Okay. Dus dat is eigenlijk in het heel kort is dat de message. Het is redelijk luchtig, maar het houdt wel de Bijbelse boodschap ergens erin verpakt, zeg maar. Ja. Wat ik grappig van jullie vind, jullie zijn echt super innovatief. Jullie doen echt hele gekke dingen. Maar soms zijn die dingen zo gek dat niemand het snapt. Hoe zit het nou? Serieus, iedereen toen jullie hier naartoe kwamen. Hoe zit het met die aap en hoe zit het met die bananen? Let me know. Ja, die aap en die bananen. Ja, die aap. De aap is zeg maar de kern. En de aap komt oorspronkelijk van Je hangt de aap uit. Dat was een van onze eerste tracks. Uh-huh. En die gaat erover dat er heel veel mensen in de wereld zijn die gewoon een beetje hun eigen ding doen. En op die manier vaak ook van God aflopen. Dus het is eigenlijk, het staat een beetje synoniem aan dingen waar we allemaal mee worstelen. Okay. En omdat wij aan de ene kant een voorbeeld willen zijn van hoe het moet, zeg maar, hoe het goed is om te doen, laat het zo zeggen. Ja. En tegelijkertijd ook merken dat we, net als ieder ander, ook worstelen met dingen. Okay. Houden we die aap altijd een beetje op de achtergrond. Okay. Just to keep it real. Ja, bewust van te zijn voor onszelf. Jezus nam mijn hart en hij wasde het clean. En nu was ik kapot als een wasmachine. Hey, innovatief. Jullie doen echt bizarre dingen. Nu ook de wasmachine. Daarvoor hadden jullie goudkoorts. Wat is nou datgene wat jullie echt aan mensen willen meegeven qua geloof? Wat is jullie geloofsboodschap? Sowieso wat Chesco net ook al zei bij het uitleggen van de naam de rechtsstaat. Genade staat centraal. Mm. Genade staat centraal in het vrolijke leven van alle dag. De vrolijke momenten. Mm-hmm. De plezier die je samen mag hebben. Maar ook in de dingen waar we nog aan moeten werken. Mm-hmm. En dat komt onder andere terug in Goudkoorts en een heleboel nieuwe muziek die jullie de komende tijd gaan horen. En daarin staat, weet je, dat de genade is het belangrijkste. Maar oké, ik ben geen christen. Wat betekent dan voor jou, Chesteron, genade, gewoon persoonlijk? Genade betekent gewoon dat ondanks mijn fouten en mijn dingen, dat ik gewoon altijd bij God kan komen en altijd mijn ding kan vertellen. Eigenlijk gewoon dat God er altijd voor mij is en dat hij gewoon echt een vader voor mij is en dat ik gewoon als een kind bij hem kan komen en dat hij altijd van me houdt. Net zoals, je weet wel, als je een kind hebt, je weet wel, je houdt altijd van je kind, snap je? Mm-hmm. Maakt niet uit wat ze doen. Ondanks hoofdpijn en alles, maar ja, toch hou je van het kind. Okay. En op die manier zie ik God en God houdt van mij. Ik ben zo vernieuwd, voel me zo brandnieuw. Al mijn vuil is weggewassen, ja, mijn vuil is weggewassen. Jij hebt echt een heftig jaar achter de rug. Ik bedoel, je hebt net een kleine gekregen, je bent dit jaar getrouwd. Hoe is het om getrouwd te zijn en waarom eigenlijk zo jong getrouwd? Ik wou altijd al heel jong trouwen. Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 18e wou trouwen. Nou, ik ben nu 23. Okay. Dus ik ben 5 jaar te laat, maar ik ben er eindelijk. En het was gewoon het goede moment. Het was het juiste moment. Okay. We hebben net een kindje gekregen. Okay, mooi. Daar zijn we heel erg dankbaar voor en blij mee. En het gooit je leven helemaal om. Mm-hmm. Het geeft heel veel vreugde. En alles valt op zijn plek uiteindelijk. Wat zou je kleine nou echt willen meegeven? Die eerlijkheid. Ja, okay. Die eerlijkheid van
durf te zijn wie je bent. Durf te zijn wie je bent in Christus. En durf echt te zijn. Oké. Okay. Ja. Hey, ook de laatste tijd heb jij naast de rechtsstaat heb je 2 nummers voor je vrouw uitgebracht. Waarom eventjes die 2 nummers uitgebracht? Gewoon omdat je gewoon zoiets had van ik wil indruk op je maken? Of zaten die nummers al heel lang in je en moesten die er gewoon uit? Vertel even. Ze zaten inderdaad al een hele tijd in me. Ik had zoiets van, ik wil rond de bruiloft ook iets bijzonders doen. Heel veel tijd in die nummers gestoken. En het laat ook een stuk van mijn hart zien van wat ik voor haar voel en hoe ik tegenover haar sta. Van, ik wil voor altijd bij je zijn eigenlijk en je trouw blijven. Wederom, ondanks ups en downs en moeilijke tijden. Had ik zoiets van, dat wil ik gewoon daarin ook heel duidelijk meegeven als een vaststaande belofte, die niet alleen maar uitgesproken wordt, maar die ook nog eens opgenomen is, zodat je hem terug kan luisteren. Zodat ze straks zeggen, hey, dit heb je gezegd! Ja, snap je. Remind me, ja. Okay. Hey, Chesteron, hij is getrouwd. Jij bent nog vrijgezel als ik het goed heb, of niet? Ja, dat klopt. Zou jij ook vroeg willen trouwen, of heb je zoiets van... Ik zou eerlijk zijn, ik dacht ook wel, ja, om 18e ga ik gelijk trouwen, man. Gelijk. Maar dat komt wel. We gaan het zien hoe de tijd loopt. En we gaan het zien. En heeft dat iets tussen jullie veranderd eigenlijk? Dat hij getrouwd is en jij niet? Nou, kijk, het is nog maar een weekje, dus daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Dat hij een kleine heeft, bedoel je, maar dat hij getrouwd is langer. Ja. Oh, zo. Dat is waar. Even kijken naar de instructies. Nee, grapje. Nee, serieus. Nee, hij is eigenlijk niks veranderd. Nee. Okay. Ik kom er best wel vaak ook om op te nemen en zo. En dat is eigenlijk ook nog steeds hetzelfde. En ik kan ook gewoon heel goed omgaan met zijn vrouw Natasja. En dat is gewoon gewoon goed. Dus. Hij kent de gebruiksaanwijzing. Hij woont ook bijna bij ons in huis. Hij slaapt elke week bij ons thuis. Dus dan zijn we muziek aan het maken. Dus het is even afwachten hoe dat nu gaat lopen nu de baby er is. Maar tot nu toe... Bijzonder. Ja, hey, jullie schrijven ook samen muziek. Laatste vraag die ik ga stellen. Hoe werkt dat proces, Chesteron? Ben ik benieuwd naar. Hoe gaat die creativiteit? Want het komt er uiteindelijk uit als vette clips, apen, gekke dingen, beetje creativiteit, ballonnen. Maar hoe werkt zo'n proces bij jullie? Ja, dat is eigenlijk verschilt dat per keer. Maar wat vaak zo is, bijvoorbeeld Michal heeft een ideetje, een thema zoals Botox Christen. Heeft misschien echt, Michal, als je Michal kent, hij heeft schriften, boeken. Ik weet niet wat hij allemaal heeft, kluizen met teksten. En dan kijken we gewoon gauw naar de oude tekst en dan denk ik, oh, dat is tof, we kunnen eruit pakken. En dan kom je bijvoorbeeld op een onderwerp als Botox. Mm-hmm. En dan schrijven we of bijvoorbeeld samen een refreintje of samen een coupletje. Mm-hmm. En vaak is dat Michal een coupletje schrijft en ik een refrein met de melodie erbij. Mm-hmm. En zo ontstaat een track. En het toffe is dat eigenlijk de vetste tracks zijn als we samen zijn. Ja. Dus als we gewoon naast elkaar zitten, muziek opzetten. Nou, dan even laten zien ons springen, rennen door het huis. En dan weten we, oké, dit is vet. En dan maken we zo samen een track. En de laatste tijd doe ik ook wat productiedingen, maak ik ook beats bij. En dan kunnen we gelijk dingen uitwerken. En dat is gewoon heel tof. Okay. En dan komt alles door erheen. Of eromheen, zal ik maar zeggen. En dan heb je bananen. It's a rap. En dan komt de video bij. Okay. Want ik heb zelf altijd zo dat als ik muziek luister, dan krijg je ook een soort beeld erbij. En Michal heeft dat ook heel sterk. Mm-hmm. En dan kan je het tot leven brengen. Ja, precies. Dus de clip is eigenlijk al gelijk in je hoofd. Mm-hmm.